Hi, het is Tim hier. En in deze video wil ik kort eigenlijk een vraag beantwoorden van een vrouw die zegt van het is uit met mijn relatie en dat was niet mijn keus en ik heb nu heel veel pijn en ik wil eigenlijk helemaal niet dat de relatie uit is en ik wil hem terugkrijgen. En dat is echt een hele nare situatie als je in één keer in je leven iemand hebt waar je van houdt, waar je je goed bij voelt. En dan van het een op het andere moment wordt die persoon eigenlijk uit je leven gerukt, die verdwijnt. Dat is de meest rotte situatie waar je in kan zetten. Want je voelt je machteloos, je hebt pijn en je denkt, hij gaat weg, maar dat is niet mijn keus en ik wil hem terug. En wat kan ik het beste doen? Nou, ten eerste, er is vast een reden dat het is uitgegaan, dus het zal vast niet altijd goed komen. Maar er zijn wel een aantal goede dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat hij wel terugkomt. En er zijn ook een aantal foute dingen die je kan gaan doen. Nou, in deze video geef ik je 5 tips die in ieder geval de kans dat je hem terugkrijgt een stuk groter maken. De eerste tip is, zorg niet dat hij het gevoel heeft dat hij je ieder moment terug kan krijgen. Ondanks dat ik begrijp dat je nu pijn hebt, dat je misschien wanhopig bent en dat je emotioneel bent, is het slechtste wat je nu kan doen, is hem iedere dag een berichtje sturen, hem opbellen, contact zoeken, tegen hem zeggen ik wil met hem afspreken of zeggen ja, ik wil erover praten want ik moet duidelijkheid hebben en ik wil het goed af kunnen sluiten en ik wil begrijpen waarom. Dat is het ergste wat je kan doen. Het is namelijk zo, het is nu uit in die relatie. En mannen hebben een hekel aan drama. En waarschijnlijk is toen het uitgegaan is dat al heel dramatisch geweest en heel emotioneel. En mannen vermijden dat soort situaties per definitie. Dus als je nu contact met hem opneemt en zegt, ik wil erover praten, denkt hij een middag met 3-4 uur drama achter elkaar. Echt niet dus. Want ik ben al lang zeg maar, blij dat eindelijk de drama voorbij is. Dat het nu over is. En dan zal ik het 4-5 keer achter elkaar uit moeten maken. Dus mannen willen dat niet. Hij kan je pas weer bij je terugkomen. Op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij je mist. Op het moment dat hij het gevoel heeft van, oh wauw, ik kan eigenlijk helemaal niet zonder haar. En als je hem nu het gevoel geeft dat hij op ieder moment terug kan krijgen. Dat hij je één berichtje hoeft te sturen en dat hij je kan hebben. Dan krijgt hij nooit het gevoel dat hij je mist. Het is namelijk heel erg, maar hij is je niet echt kwijt. Hij heeft je eigenlijk gewoon dan even op de plank gezet en op ieder moment dat hij je wil, kan hij je eraf pakken. Als hij het gevoel heeft van, oh wauw, ik hoor nu ook helemaal niks meer van haar, dan wordt het ineens zo van, oh wacht, ze is echt weg. En dan wordt het definitief, dan pas gaat hij zich beseffen wat hij gedaan heeft. Dan pas gaat hij eigenlijk doorhebben wat de consequenties zijn van de beslissing die hij heeft genomen. Nu heeft hij een beslissing genomen die eigenlijk geen consequenties heeft. Dus zorg in ieder geval dat je hem nooit het gevoel geeft dat hij je ieder moment terug kan krijgen. Tweede belangrijke tip is, focus je op dit moment op andere aspecten van je leven. Je hart is gebroken, je hebt pijn, je bent verdrietig en je hart heeft gewoon nu rust nodig. Het heeft tijd nodig om te herstellen, het heeft eigenlijk tijd nodig om weer heel te worden en om ervoor te zorgen dat je het leven weer aankomt. Tegelijkertijd heb je hebt nu al die boosheid, verdriet en onbegrip. Hoewel dat soort dingen allemaal heel negatief zijn, is het ook een prachtige motivatiebron om ineens de andere aspecten van je leven aan te pakken. Als je zegt van, hey, ik pak die pijn, ik heb die pijn en ik gebruik het om ervoor te zorgen dat al mijn relaties met mijn familie weer goed zijn. Ik heb mijn oma al 3 maanden niet gezien. Laat ik er eens een keertje langs gaan. Je hebt nu meer tijd. Je hebt nu zo'n motivatie dat je misschien kan gaan sporten. Ik ken vrouwen die er echt nadat het uitging met hun relatie ineens iedere dag de sportschool in gingen, er fantastisch uit gingen zien. Zo erg zelfs dat ik bijna naar die vrouw dacht van, wauw, het lijkt wel alsof die pijnlijke uitmaaksituatie een van de beste dingen is die er ooit is overkomen. Dus focus je op die dingen. Ga je niet focussen op je hart, focus je niet op je verdriet verzorgen en voeden en aanwakkeren door daar constant mee bezig te zijn. Pak die energie, pak die boosheid die je hebt en probeer er iets leuks of iets productiefs mee te doen. Dat er in ieder geval nog iets goeds uitkomt uit deze rotsituatie in het algemeen. En de derde tip is, beschouw ieder moment dat je hem nog wel ziet als een date. Of dat dan is omdat hij spullen op kunt halen of omdat het nou is omdat hij op een feestje komt van gemeenschappelijke vrienden. Maakt niet uit. Als je hem ziet, beschouw het alsof je weer op een eerste date bent met hem. Heb
gewone, losse gesprekken. Zorg dat je er op je best uitziet. Flirt met hem. De beste manier om een man terug te krijgen is om hem weer opnieuw te verleiden. Terwijl nu, iedere keer als je hem ziet, dat je, als je emotioneel gaat worden, als je serieuze gesprekken met hem wil gaan voeren, als je het uit wil praten of als je eigenlijk iedere vorm van negativiteit in dat moment brengt. Stel, jij zou jouw ex-vriend zijn en misschien weer toekomstige vriend zijn. Hoe denk je dat hij dat ziet? Dat hij denkt, wow, als ik daar kom, dan is het 3 uur lang serieuze gesprekken. Wauw, ik heb dat echt gemist. Je wil juist dat hij denkt, oh wauw, ja, dat was zo leuk. Je wil juist weer die vrouw zijn waar hij in eerste instantie op verliefd is geworden. Misschien die vrouw die wel een klein beetje naar de achtergrond geraakt is in de relatie. Zorg dat je eigenlijk weer teruggaat naar het begin zoals het was. Flirt met hem, zorg dat het leuk is tussen jullie. Zorg dat jullie het naar je zin hebben. Zorg dat hij ziet wat hij mist. En zorg niet dat je hem laat zien waar hij zo blij is dat hij er eindelijk vanaf is. De vierde tip is misschien een beetje voor de hand liggend. En als je het zelf al bedacht hebt, dan sorry dat ik erover begin. Maar ik zeg het in ieder geval toch nog maar even voor de zekerheid. En dat is als er een specifiek probleem was. Waarom de relatie niet werkte. Los dat probleem op. Wat die reden dan ook is, zorg dat je het aanpakt. Misschien is het wel dat het specifieke probleem was dat je alleen maar bezig was met je werk en dat je 60 uur per week aan het werk was. En hij had daar een probleem mee. Hij zegt, je bent er eigenlijk ook nooit en je bent alleen nog maar met je werk bezig en ik heb helemaal het idee dat ik geen relatie heb en de relatie gaat uit. Probeer het dan niet op te lossen als je niet de bestaande situatie verandert. Het is een beetje vergelijkbaar zeg maar, met een klein kind wat om een koekje vraagt bij zijn of haar moeder. Het kind vraagt, mag ik een koekje? En dan zegt die moeder, nee. En als het kind dan zegt, maar ik wil een koekje. Mag ik een koekje, alsjeblieft? Dan is het nee, nee, nee. In principe is dat hetzelfde als jij probeert om weer een relatie aan te gaan zonder dat de situatie verandert. Als het kind nou slim is, dan zegt het kind, wat nou als ik vanavond braaf mijn hele avondeten opeet? Mag ik dan na het avondeten een koekje? Zie je het verschil tussen die twee? De een is iemand die zeurt. En dat komt simpelweg omdat de situatie niet veranderd is. Maar als de situatie veranderd is, dan heb je ook alle recht om het weer opnieuw te vragen. Dus is er een specifiek probleem? Is er een specifieke situatie waardoor het uit is gegaan? Pak die situatie dan aan. Los het op. En dan is het moment om inderdaad weer opnieuw met hem in gesprek te gaan over een relatie, ja of nee. En een vijfde ding wat je kan doen om ervoor te zorgen dat hij weer bij je terugkomt, is door alle dingen te doen die je in het begin ook deed. Misschien is het wel zo dat je op dit moment geen enkele vrouw op aarde leuker vindt dan jou, maar er is altijd één vrouw die je leuker vindt dan jou, en dat is dezelfde versie van jou in de eerste 3 maanden dat jullie begonnen te daten. Ik weet niet of je dat moment nog kan herinneren waarop je hem helemaal geweldig vond en keihard je best deed en er altijd op je best uitzag en misschien in bed wel wat dingetjes deed die na een tijdje wat op de achtergrond zijn geraakt. Zeg maar alle kleine dingetjes die je in de eerste paar maanden van de relatie deed. De dingen waardoor hij helemaal verliefd op je werd. De dingen waardoor hij helemaal gek op je werd. Ga die dingetjes weer doen op de momenten dat je hem wel ziet. Denk even bij jezelf na van wat is er eigenlijk verloren gegaan in de tijd van de relatie? Wat is er veranderd? Voorheen trok ik mijn mooiste jurkje aan als ik hem zag. En misschien is het nu wel zo dat ik in een trainingsbroek en een t-shirt met een Ben & Jerry's ijsvlek op de bank zit als hij thuis komt. Misschien ben ik wel heel specifiek. Het is niet dat ik een situatie in gedachten heb of zo. Maar bij wijze van spreken, als dat is wat er gebeurd is, dan als je ziet van al die kleine dingetjes die je niet meer bent gaan doen, ga weer terug naar die eerste vrouw. Want dat was de vrouw waar hij uiteindelijk verliefd op werd. En dat is ook de vrouw die hem weer terug kan krijgen. Het is deze vrouw waar hij het mee uitgemaakt heeft, die kan hem niet terugkrijgen. Maar die andere vrouw, die heeft een hele goede kans. Nou, dat gezegd hebbende, dit zijn 5 tips om hem terug te krijgen. Probeer het in ieder geval uit. Ik snap dat je nu in een rotsituatie zit. Ik snap ook dat je op dit moment alleen nog maar kan denken aan dat je hem terug wil krijgen. Dat je hem weer voor je wil winnen. Maar het gaat alleen maar werken als je zelf ook in een goede plaats bent. Dus ga niet jezelf
verloochenen of ga niet ineens allerlei concessies maken die je niet wilt doen of dat soort dingen. Probeer gewoon deze dingen uit. Daarnaast, ik heb nog een artikel geschreven met in totaal 17 dingen die je kan doen. Dus dan heb je een nog groter arsenaal wat je kan gebruiken om ter strijde te trekken in... Ik weet niet of oorlog een goede vergelijking is, maar je snapt in ieder geval wat ik bedoel. Als je hier klikt, krijg je naar het artikel met 17 tips om hem terug te krijgen. En dan hoop ik voor je dat het werkt en dan hoop ik dat je snel een einde kan maken aan de pijn die je op dit moment voelt. Dus klik hier, lees het artikel en dan zie ik je in de volgende video.